Pim Bruggers, de laatste keer dat wij elkaar spraken, dat was voor de laatste Interland Break. En Nederland zelf al deed het daar heel goed. Maar met jullie ging het een stuk minder, want jullie gingen uit naar Vitesse. Ja, dat klopt. Dat was een wedstrijd om snel te vergeten. Hebben we eigenlijk geen kans gehad daar. Op een gegeven moment sta je 7 punten voor op het hele spul. Dat is nu nog maar 2. En dat komt door de resultaten van de laatste week. Ja, dat klopt. Op zich, het spel zijn we wel redelijk tevreden over de afgelopen weken. Alleen het puntenaantal dat is natuurlijk erg matig. En zoals we de eerste reeks wedstrijden, zat het mee en viel die goed. En ja, nu zitten we even in de hoek waar de klappen vallen. Ja, we moeten ons wel weer vasthouden aan het spel wat we vertonen. Helemaal denk ik tegen Feyenoord, als je de eerste helft ziet, dan daar kun je daar veel vertrouwen uit halen. Alleen op het eind heb je weer niks. En op een gegeven moment moet het wel hand in hand met elkaar gaan. Ben je tevreden over de manier waarop de supporters achter de club blijven staan? Ik denk als je tegen Feyenoord ziet, dan geeft dat heel veel sfeer. En we weten natuurlijk ook dat de verwachtingen, omdat we zo hoog staan, ja, die worden natuurlijk anders. Ja, en daar moeten wij natuurlijk ook gewoon mee dealen. Dat hoort erbij. En uiteindelijk zijn we tevreden over de supporters, zeker. Goed, we kijken even vooruit. De komende wedstrijd tegen Fortuna Sittard uit. Het zal een moeilijke worden. Dan komt VVV thuis. En daarna uit naar Utrecht. Voordat, vlak voor de winterstop, PSV en Excelsior nog de tegenstanders zijn. Hoe kijk je naar die wedstrijden? Ja, volgens mij heb ik dat vorige gesprek ook gezegd. Maar dat gaan we gewoon van week tot week kijken. We hebben nu eerst Fortuna uit. Dat is denk ik een hele belangrijke. Die daarna komen is ook wel belangrijk. Maar daar moeten we gewoon punten pakken. Dat zijn we ook aan een verstand en aan de grootte van de club, zeg maar, verplicht. Fortuna is nieuw en speelt op zich ook goed voetbal. Maar uiteindelijk moet je daar gewoon 3 punten halen. Hoe vervelend is het dat je het ongeslagen thuisrecord afgelopen zondag bent kwijtgeraakt? Ja, dat is natuurlijk heel zuur. Helemaal omdat je de bovenliggende partij was. Helemaal in de eerste helft. De tweede helft was dat eigenlijk niet meer het geval. En dat wordt door middel van een standaard situatie kom je op achterstand. En dan draait die wedstrijd eigenlijk een beetje. Ik vind wel dat we de laatste kwartier, 20 minuten, hebben we toch wel de rug gerecht. Zijn we weer wat dreigender geweest. Niet hele grote kansen gecreëerd. Maar uiteindelijk proberen we daar nog wel een goed resultaat aan weg te halen. Alleen lukt dat niet. Tot nu toe tevreden over dit seizoen? 4e plaats, handen dichtknijpen. Ja, dat wel. Maar zoals we eigenlijk net al zeiden van de afgelopen wedstrijd, hè, het voetbal laten zien, maar geen punten. Ja, dat heb je natuurlijk liefst anders. En helemaal de wedstrijd tegen NAC, dat frustreert me nog regelmatig. Dus tevreden niet, maar ik denk dat we wel goed op weg zijn.